De groothandelsprijs voor gas is zo'n 3% gezakt. De verwachting groeit dat Europa toch snel gaat ingrijpen. Uit een gelekt document ter voorbereiding van de energietop eind deze week blijkt dat maatregelen als een prijsplafond of gezamenlijke gasaankopen ernstige kans maken. De Franse president Macron heeft alvast laten blijken beide opties te steunen. Een prijsplafond op gas komt vrijdag op de onderhandelingstafel van de Europese energieministers. Dat blijkt uit een werkdocument dat de Financial Times kon inkijken. Het document geeft twee mogelijkheden. De eerste optie is alle gasaankopen bundelen en één vennootschap laten onderhandelen met Rusland. Nous sommes favorables à des pratiques d'achat commun du gaz. Ceci permettrait à l'Europe, en achetant groupé, d'acheter moins cher. Et donc nous continuerons d'agir et je crois que pouvoir dire que le chancelier Scholz partage cette vision, nous en avons parlé à l'instant. Tegenstanders van die maatregel vrezen dat het Russische Gazprom dat als een inbreuk gaat beschouwen op zijn lopende lange termijn contracten en dat dit de politieke spanningen met Moskou nog oppookt. De tweede optie is een maximumprijs bepalen waartegen Europese importeurs Russisch gas mogen kopen. Si la commission venait à décider de mettre un plafond au prix du gaz acheté à travers les gazoducs à la Russie, la France soutiendrait une telle mesure. Ook maatregelen om de prijs van CO2-uitstootrechten te doen dalen zullen vrijdag op tafel komen. Net als manieren om overwinsten in de energiesector af te romen en terug te laten vloeien naar de gebruikers. Ja, dat belooft een pittig debat te worden op die Europese energietop, want er zijn verschillende opties met elk heel wat voor- en nadelen. Ter inspiratie hebben we in onze studio energie-econoom Johan Albrecht uitgenodigd van de UGent en denktank Itindra. Een heel goede avond, meneer Albrecht. Goedenavond. Voor we naar die opties gaan kijken, hè, zou ik u een algemene vraag willen stellen. Kan het zijn dat Europa eigenlijk te sterk vasthoudt aan een liberale markt, aan een vrije marktmodel voor de bepaling van gas- en stroomprijzen, dat men daar eigenlijk niet van wil afwijken, hoewel dat misschien in deze crisistijd nodig is? Wat denkt u? Men overweegt zeker een vast ingrijpen in de marktwerking, wat toch wijst op enige flexibiliteit. Mm-hmm. En natuurlijk, het marktmodel is nooit statisch, is enorm geëvolueerd in de afgelopen 25 jaar van liberalisering en marktintegratie en gaat ook in de komende jaren zich moeten aanpassen aan andere beleidsdoelstellingen in zaken energietransitie. Maar toont dit dan het faillissement van zo'n vrije marktzetting, prijszetting? Dat hangt af van uw perspectief. We weten eigenlijk al behoorlijk lang dat markten goed werken onder stabiele omstandigheden. En eigenlijk heeft Europa tot vorig jaar genoten van 10 jaar met heel weinig turbulentie op de energiemarkten. Met als gevolg lage tot dalende prijzen voor gas en elektriciteit. En dat was ook niet iedereen tevreden, want dan bleek dat die lage prijzen geen investeringen uitlokten. Vandaar subsidies voor onder andere gascentrales om die kernstap te kunnen opvangen. Mm-hmm. Natuurlijk van... Bij Ixima betekent keukens voor iedereen dat we ons aanpassen aan elk budget, ook dat van jou. Nu tot €2.500 cadeau. Keukens voor iedereen, maar vooral voor jou. Ixima, ja aan je dromen. Vandaag heb je volop chaos in de markt, hè? Omdat niemand weet wat gaat bijvoorbeeld Rusland volgende week doen. Zij kunnen volgende week de gaskraan terug opendraaien om die 2 weken daarna terug dicht te draaien. Daarop kan een markt niet, laten we zeggen, rationeel anticiperen. Dat mag je niet verwachten van een vrije markt. Dat is absoluut niet mogelijk. Dan gaan we eens naar die problemen kijken en de mogelijke oplossingen. Hè. Een van de problemen is dat stroom gekoppeld is aan de gasprijs, omdat gascentrales vaak inspringen om de laatste kilowattuur stroom te produceren en zij de prijs zetten. Macron, anderen willen daar vanaf, willen die koppeling doorbreken. Kan je dat doorbreken? Wel, Spanje doet dat eigenlijk door een plafond te hechten aan de gasprijs die gebruikt wordt in de gascentrales. Mm. Het verschil tussen de marktprijs en die beperkte prijs wordt door de Spaanse overheid en de belastingbetaler bijgepast. Maar hierdoor heb je natuurlijk een veel lagere prijs voor elektriciteit, momenteel in Spanje, in vergelijking met de rest van Europa. Ja. Dat mechanisme heeft voor- en nadelen. Een van de nadelen is natuurlijk dat je altijd doorcijpeleffect hebt naar andere landen. Een deel van die stroom komt terecht in Frankrijk, goed voor de Fransen, iets minder goed voor de Spaanse belastingbetaler. Ja. Plus ook blijkt dat hierdoor de vraag naar gas is toegenomen, wat we eigenlijk op dit niet moment willen, absoluut natuurlijk niet nodig hebben. En als we hebben dat op Europees niveau gaan doen, dan gaat er minder lekken naar lidstaat onderling. Dan inderdaad, maar natuurlijk ook het Europese continent is verbonden met Noorwegen, met de UK, met Oost-Europa. Mm. Je hebt altijd, zal ik wel zeggen, lekker naar buiten Europa dan eigenlijk. Hè. Een andere optie is om de prijs te bepalen per productietechnologie en zeggen dat nucleair of windmolens bijvoorbeeld sowieso minder krijgen omdat ze minder duur zijn om op te wekken, nu, op dit moment.
Ja, dat is een van de pistes van Europa. En ook Duitsland heeft daar afgelopen weekend zeer uitdrukkelijk voor gekozen. Dat klinkt zeer eenvoudig, maar is in de praktijk denk ik zeer moeilijk. Omdat natuurlijk niet alle productie komt terecht op de spotmarkten. Maar veel productie uit windparken en kerncentrales wordt lang op voorhand verkocht. Dat kan gebeuren op termijnmarkten. Maar kan ook gebeuren met heel specifieke contracten tussen een windpark en een energiebedrijf. Groot energieverslindend bedrijf. Om gedurende x jaar alle productie over te nemen aan een prijs. En wij kennen die prijzen niet. Nee, en daarom is het ook moeilijk om overwinsten te berekenen, inderdaad, heb ik begrepen. Hè? Want die windmolenparkuitbater gaat dan niet met overwinsten gaan lopen. Hè? Nee. Er zijn waarschijnlijk vandaag windparken die zeer weinig verdienen aan, of die niks verdienen aan de zeer hoge prijzen. Maar dus je moet eigenlijk, als je dat echt wil goed uitvoeren, moet je alle contracten die zijn afgesloten kunnen inkijken om die berekeningen te maken. Dat wordt echt een kluwen. Dat is niet onmogelijk, helemaal niet. Maar dat is allesbehalve niet evident. Zeg, en dan een prijsplafond op gas in het algemeen in Europa. Gaat Poetin, Gazprom, daarmee akkoord? En wie gaat dan dat verschil bijpassen? Hoe gebeurt dat dan? Wel, een algemeen gasplafond zou eigenlijk de meest effectieve en sterke maatregel zijn die we kunnen nemen. Hè? Omdat we hierdoor tegelijkertijd de gasfactuur en ook de stroomfactuur ergens kunnen gaan drukken. Natuurlijk weten we op voorhand dat als je dat gaat invoeren, heb je risico op een aanbodtekort. En dus moet je ook ergens een mechanisme creëren om daar eventueel mee om te kunnen gaan. Denk aan een soort noodveiling die zou kunnen worden geactiveerd bij krapte. Dat klinkt misschien ook allemaal makkelijk, maar in de praktijk is dat extreem moeilijk, omdat de markt dat gaat testen. Tuurlijk, en Poetin gaat de kraan nog meer dichtdraaien. Inderdaad, als dat een paar keer verkeerd afloopt, dan zijn we bezig met een interventie die een gastekort gaat creëren. En dat wil natuurlijk iedereen absoluut vermijden. Ja, besparen tenslotte, gas besparen, gaan we dat kunnen doen om de winter door te komen? Kunnen, moeten doen. Hè. Dat is eigenlijk de enige echte optie die een verschil kan maken. De Europese Commissie heeft in de zomer opgeroepen. Dat was een dwingende oproep om het gasverbruik met 15% te drukken zo vlug mogelijk en zeker aan te houden tot de lente. Maar dat zag veel lidstaten zag dat niet zitten. Nee, maar wat blijkt nu, de cijfers die vandaag opborrelen, bijvoorbeeld uit Nederland, die tonen aan dat in Nederland de gasvraag in de eerste helft van 2022 met 25% is gedaald. En je hebt ook gelijkaardige fenomenen in meer en meer Europese landen. Dus alles wijst er eigenlijk op dat zeker en vast haalbaar kan zijn, wat niet makkelijk gaat zijn, maar het is zeker en vast haalbaar. En als we de komende winter doorkomen, dit gaat enorm veel, laten we zeggen, stress uit de markt weghalen. En dat kan hopelijk zorgen voor, ik ga niet zeggen normale prijzen, maar zeker en vast lagere prijzen. Merci voor dat sprankeltje hoop. Op het einde laten we dan inderdaad maar gas besparen. Dank je wel voor uw toelichting. Ja.